Welkom dames en heren bij een nieuwe video waarin we een app gaan proberen, gratis apps. En vandaag hebben we een speciale game. Welke game? Dat moet je verwachten na de intro. Okay, people, let's go to work. Nou, zoals je ziet heb ik al een hoop games geïnstalleerd en dit is dus... Ik moet dingen downloaden. Rayman Legends. En Rayman Legends is een game... Ik heb hem voor me hier. Ja, deze is al voor de 360. Maar het heet Rayman Jungle Run. Ik ga gelijk het geluid een beetje zacht zetten, want het is wel een leuk nummer op zich hoor. Daar niet van. Zo. Nee, maar dit spel is echt heel vrolijk. Zeg maar, zoals de originele Rayman hebben ze natuurlijk gereboot. En is het echt wel verbeterd, vind ik zelf. We gaan hem spelen en laten we gewoon zien wat deze game is. Het is namelijk alleen maar bepaalde acties uitvoeren. Wat is dit? Wat moet ik unlocken? Oh, gelijk betalen. Ik moet gelijk betalen voor die game. Ik ga niet betalen. Ga weg. We gaan de jump maps doen. Zie je, je kan ook gewoon spelen zonder te betalen. Waarom valt mijn programma uit? Nou, deze Rayman game wil niet werken uit het niets. Dus we gaan een andere game spelen die zeg maar ook een soort van rennen is. Schrik niet mensen, ik heb het een beetje ingekropt zoals je ziet. Subway Surfers is echt een fantastisch verslavende game. Ik heb hem heel veel gespeeld. En het is eigenlijk heel simpel. Er komt een mannetje achter je aan. En wat je doet is eigenlijk... Je gaat springen en klauteren en in een soort van subway station, treinstation. Nou, hier wordt de game uitgelegd. Je moet dus naar verschillende soorten bochten. Ik weet niet of ik het met de pijltjestoetsen kan doen. Nee, dat gaat niet met de pijltjestoetsen. Ik moet het met mijn swap doen, met mijn vingers. En ze hebben ook een Halloween tintje aangegeven. Dat wist ik niet. Ik heb hem al heel lang niet meer gespeeld. Nou, tijdens dat rennen moet je dus treinen ontwijken en letters verzamelen. En die letters vormen dus het woord fresh. En dat is elke keer een ander woord. Nou, we kunnen ook zeg maar de trein oplopen. Heel leuk. Maar ik kan dit wel een beetje vergelijken met Rayman Legends. Maar dan is dit 3D en Rayman is van de zijkant. Dus eigenlijk 2D. Wow! Ik klik het spel weg omdat ik uit mijn venster klikte. Nou, hoe verder je komt in een game, hoe sneller je gaat lopen. Ik snap de logic niet, want zeg maar, als ik zeg maar snel ren en lang ren, dan word ik moe. En dan ga ik uiteindelijk langzamer lopen. Maar dit mannetje heeft juist het tegenovergestelde. Hij krijgt energie door het lopen, lijkt het net. Oh, zitten we hier vast? Oh, dat kan dus nooit zoiets. Je kan jezelf heel erg in het nauw brengen. Door gewoon dingen niet te halen. Door jumps niet te halen bijvoorbeeld. Subway Surfers is natuurlijk gratis. Je kan er natuurlijk voor betalen. Maar dan krijg je weer extra coins en updates. Want met de coins kan je dus updates kopen. Of upgrades moet je het eigenlijk noemen. Geen updates. Nou ja, je kan wel je karakter updaten zeg maar. Oh! En als je een fout maakt, je botst er een trein aan. Dan kan die man jou pakken en dan ben je de lul. Ik heb dat spel ooit wel eens gespeeld op Banjo Town, dacht ik. Dat is best wel een leuk spel. Je kan hem ook gewoon... PC-versie downloaden of kopen. Ik weet even niet. Voor mij was het gratis downloaden, ik weet het niet. Maar je kan Subway Surfers ook kopen of downloaden dus voor de computer. En dan kan je dus gewoon met je pijltjes toetsen. Ja, dat kan ik nu niet doen helaas. Wat is dit? Dit is een upgrade? Wow! En zoals je ziet kan ik dus missies unlocken. En die missies zijn opdrachten die je kan halen in het spel. Dus in het level zelf. En bijvoorbeeld van haal 3000 coins of haal die booster twee keer of zo. En dit is een hele leuke boost. Dit is een magnet. Een magneetje. Kijk, die trekt allemaal van die coins aan. En vooral bij dit soort dingetjes is dat wel heel erg grappig. Keer 2. Altijd leuk. Nou, het gaat nou best wel snel op zich. Het gaat lekker zo. 500 coins hebben we al. Het gaat echt lekker in één keer. En we moeten 20 pompoenen verzamelen. Oh! Oeh! Oeh! Zo! Oh my god! Yeah! Nou, ik vind het jammer dat ik Rayman niet kan laten zien jullie, want Rayman vond ik echt een fantastische game eigenlijk. En ja, dit was een beetje het spel. Ik kan ook niet terug naar mijn menu. Ik wil ze gewoon spelen. Kan het echt niet? Zullen we de flyers proberen?
Nee, het werkt echt niet, helaas jongens. Helaas werkt Rayman Legends niet, de Fiesta Run ook niet. En ik wil eigenlijk zeggen van mensen, als je hem kan, als je een mobiel hebt, ga hem even spelen. Het is echt heel leuk. Het is ook lastig, maar het is echt verschrikkelijk verslavend om ook alle lumps te pakken. En ook Subway Surfers vind ik dan iets minder verslavend dan Rayman. Maar zeker weten en aanraden voor op je mobiel gewoon lekker een spelletje. Bedankt voor het kijken naar deze apps. Vergeet niet even deze video te liken. En vergeet ook niet te abonneren in het midden van het scherm. Bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende video met de gratis apps. Doei doei!